hadden gehoopt op een hele volle zaal, maar we realiseren ons dat we in het programma vlak voor de borreltijd staan. Neem niet weg dat we gewoon met volle overgave zeg, met het programma op deze manier gaan doorlopen. Mijn naam is Danny Groeneboom, ik ben bij Atos Consulting verantwoordelijk voor retail. Alles rondom digitale retail. Ben ook een vervent maker van foto's van alles wat met retail te maken heeft. Mocht je me nog niet volgen op Instagram, doe even, want ik ben een wedstrijd met mijn dochter aan het doen. En binnen Atos houden wij ons bezig met een aantal dingen rondom alles wat met digitalisering van de winkel te maken heeft. Dat gaat over digitale oplossingen die wij voor onze klanten maken. Dat gaat om vanuit de expertgroep hoe je kunt digitale innovaties uiteindelijk beter schaalbaar maken. Dat betreft een heel retail transformatielab wat we op ons hoofdkantoor hebben gemaakt, of hoe de toekomst van retail daaruit ziet. Om even een heel klein stukje te laten zien wat Atos is, heb ik zo'n filmpje. Daarna pakt Dirk het op en zal Dirk ook een kort filmpje laten zien. En dan gaan we op de inhoud van de expertgroep in. Je trouve que le concept de retail qu'ils ont trouvé est vraiment intéressant et très innovant. J'ai trouvé qu'il y avait un vrai souci de l'expérience utilisateur et que tout était très simple. C'est vraiment intuitif, rapide, facile et j'ai surtout retrouvé toutes mes références du premier coup. Le côté moderne de la chose m'intrigue énormément, donc je suis curieux de voir où ça ira dans le futur. Dus dat geeft even een beeld van innovaties waar wij mee bezig zijn. Ja, goedemiddag, mijn naam is Dirk Essing, zoals gezegd. En op het scherm een aantal plaatjes die mijn werkzame leven beschrijven van de afgelopen, 12, 13 jaar volgens mij. Carrière begonnen bij Douwe Egberts in de marketing sales functie. Ik heb een jaar of 10 in verschillende business development rollen gewerkt bij GFK. Waarbij wij klanten, met name retailers, hielpen hun shoppers, hun klanten weer beter te leren kennen. Daar ben ik een jaar of 2 geleden weggegaan om met mijn gezin en kinderen een paar maanden op reis te gaan in Zuid-Europa. Vandaar het plaatje met de camper. Om een dikke 1,5 jaar geleden te beginnen bij Philips op de high-tech campus in Eindhoven. Light has always been a powerful symbol. For ideas, for better thinking and innovation. So, what if light could be the idea that actually brings ideas together? What if lighting systems could carry all kinds of information and become part of our connected world? To connect things and make them intelligent and more useful. To increase energy efficiency and manage buildings in a more environmentally friendly way. To make cities safer and more responsive. To create experiences at home like never before. To improve the way the world works and people live. To make life better for all of us. This is a product of some of the most remarkable technology ever created. It's here, today, all around us, and it feels like magic. This is Philips Connected Lighting. Light beyond illumination. Innovation and you. Philips. Ja, dat is denk ik een filmpje wat goed aangeeft waarom Philips in zo'n transitie zit. Daar waar we eerst, Philips Lighting moet ik zeggen, daar waar we eerst alleen maar lampen verkochten, is het nu allemaal steeds meer connected en verkopen we licht. Maar het feit dat licht connected is, biedt ons ook weer allerlei mogelijkheden om de interactie met shoppers, als we het specifiek over retail hebben, aan te gaan. En ze ook misschien wel een beetje beter te leren kennen.
Komen we later nog op terug. Goed, wij laten nu allebei zien wat onze bedrijven allemaal aan innovatie doen. En dat ziet er allemaal heel romantisch uit, mooie muziek erachter. Maar het feit dat we in die expertgroep zijn gaan zitten, zegt genoeg. Hè? Dat zegt in ieder geval dat we allebei uitdagingen zien. Uitdagingen zien om van pilot naar schaling te gaan. Hè? Want wat wij in de praktijk meemaken is dat het vaak bij een pilot blijft. Maar waarom zijn die innovaties dan niet schaalbaar? Waar lopen we tegenaan? Een aantal dingen waarvan wij denken dat ze spelen in de markt. Ik weet niet of jullie ze herkennen of delen ervan van herkennen. Maar als je een enthousiasteling bent en aan business development of aan innovatie werkt, dan kun je deze uitspraken wel eens gehoord hebben. Dat hebben ze 5 jaar geleden ook al geprobeerd. Dit is nou eenmaal de manier waarop we het doen. Hè? Dus processen die helemaal vast zitten. Je hebt dat denk ik lange tijd ook wel in de retail gezien, waarbij zeker online en offline nog heel erg separaat in separate silo's georganiseerd waren. En ook het korte termijn denken. Hè? Wat levert het volgende week op? Ik heb toch echt wel de afgelopen jaren veel meegemaakt dat een retailer pas een beslissing kon nemen op het moment dat hij zijn weekcijfers binnen had. Hè? Wat in ieder geval aangeeft hoe dichtbij de horizon vaak ligt. We hebben een selectie gemaakt, maar nog een drietal barrières die wij zien. Is iemand al aan dat project aan het werken? Zeker in grotere organisaties. Niet alleen organisaties als Philips of Atos, maar ook de grotere retailers. Is niet altijd iedereen goed aligned met elkaar. Soms is het weggestopt in een innovatieteam en weet de rest van de organisatie niet dat innovatieteam daarmee bezig is. Of het is een verdwaalde enthousiasteling. Dus die interne alignment is ook wel heel erg belangrijk. Of er is geen support door de directie van het bedrijf. Ik las nog een aantal weken geleden een artikel over de Albert Heijn bonuskaart. Veel van jullie weten misschien dat in 2014 heel die database is weggegooid omdat ze er niks mee konden. Terwijl die eigenlijk al een jaar of 13 bestond, die kaart. Dus dat geeft aan dat ze blijkbaar lastig vonden om het A te organiseren, maar ook B goed te bepalen waar die waarde ervan nou zat. Nou, nu is die database opnieuw opgebouwd en zijn ze daar blijkbaar beter in staat. En het excuus van de shopper is er nog niet klaar voor. Nou, we hebben een onderzoek via GFK laten doen onder 5000 mensen was het volgens mij. Kijk naar Ine. En daar komen we dadelijk nog even met de resultaten. In ieder geval vormen dit soort statements, hebben voor ons genoeg aanleiding gevormd is om daar eens nou over na te denken hoe we dat beeld nou kunnen kantelen en hoe we de kans van pilot naar schaling te gaan kunnen vergroten. Ja. Dankjewel Dirk. Dus uiteindelijk samen met de expertgroepleden, en voor jullie beeld de expertgroep bestaat onder andere uit Malaika van de Universiteit van Brussel. We hebben mensen van KPN, Sport 2000, Unilever heeft daarin geparticipeerd, Bonduel, Sligro, Philips uiteraard, maar ook mensen vanuit GFK. Dus we hebben allerlei dimensies van zowel fabrikant, food, non-food, retailer en dergelijke daarin gehad, maar ook suppliers zoals ons daarin. We hebben zelfs... We hebben daar nog even over getwijfeld of we dat wilden, een inkoper van Blokker ingehad. Omdat we dachten, misschien geven we dan wel heel veel prijs over hoe we naar de ROI van innovaties moeten kijken. Maar uiteindelijk hebben we met z'n allen besloten dat dit de centrale onderzoeksvraag is die we in 2016, 2017 met elkaar wilden gaan oplossen. Dus hoe komt het nou, wat Dirk al zei, dat we overal pilots zien, in Nederland, in België, in Amerika, met de meest gave dingen. Kledinghangers die flikkeren op het moment dat er iets op Twitter wordt gezet. Maar hoe komt het dat we niet in staat zijn om dat naar 800 winkels uit te rollen? Hè? Komt dat door bedrijven als ons? Komt dat door de organisatie zelf? Komt dat door de kosten? Komt dat door de shopper inderdaad? Eigenlijk een heleboel barrières die er zijn waar we naar hebben gekeken. Op deze manier hebben we het aangepakt. Dus we hebben een aantal onderzoeksvragen onszelf gesteld. Hè? Een aantal deelvragen. Hè? Dus heeft dat met de ROI te maken? Hoe wordt er gecalculeerd? We hebben vooral ingezoomd qua structuur. Hè. Wat doen bedrijven dan zelf? Bedrijven als ons, een retailer of een fabrikant. We zijn daarna gegaan kijken naar 100 redelijk meest voorkomende innovaties. Ligt het dan aan die innovaties? Hè? Zit het daarin? Daar hebben we zo wat take-outs over. En wat Dirk al zei, we hebben het ook aan de shopper zelf gevraagd. En wat hij daarvan vindt. Nou, wat we in ieder geval vandaag met u willen gaan doen,
is het ook een beetje interactief maken. Dat is ook wel spannend. Hè? Dus straks kunnen we de telefoon erbij pakken en nog even wat vragen gaan beantwoorden. Dit is in ieder geval, als je gaat kijken naar het bedrijfscultuur en structuur, een model wat wij uiteindelijk van de expertgroep hebben gemaakt, waarin we hebben gekeken naar ben je als bedrijf bereid intern en extern om met verandering om te gaan? Hoe ga je om met samenwerking? Hoe ga je om met de data? En hoe gaat jouw eigen organisatie op een aantal onderdelen in? Ik denk dat Dirk een aantal take-outs heeft gepakt, of in ieder geval statements die rondom verandering en organisatie met name zitten. We willen nu nog even vooral wat meer inzoomen op collaboratie en data. Ik pak even het collaboratiestuk in, waarom we met name met innovatie zitten. En wat we heel veel zien is dat bedrijven denken dat het hebben van een innovatieteam, dat de oplossing is. We hebben ook gezien dat bedrijven of je innoveert of je innoveert niet. En als je wel innoveert, dan calculeer je uiteindelijk de berekening vaak helemaal dood, vooral food retailers. Of je calculeert helemaal niet. Er zit niks daartussenin. Wat we ook hebben gezien, als je wel een innovatieteam hebt, dat het vaak niet de juiste alignment heeft met de business. En plat gezegd, zomaar wat doet. En dat is een beetje negatief. Maar het is wel vaak dat mensen die met innovatie bezig zijn, denken van, ik wil allemaal nieuwe dingen bedenken en het wiel van innovatie en er komt heus wel wat leuks aan. Wat ook betekent dat je vaak unfocused innovation hebt. En waardoor als je dan iets moois hebt, dat de business of nog niet klaar voor is of nog niet op zit te wachten. Maar dat er ook nog geen budgetten of commitment vanuit uiteindelijk de directie er zijn. Nu gaat het spannend worden. Wij hebben een drietal vragen bedacht die we zo door de presentatie heen pakken, waarin we ook even uw reactie op zouden willen hebben, die we dan real-time gaan pakken. Dus de eerste vraag is, door wie worden innovaties binnen uw organisatie gedragen? En dan vragen we even daar om een SOP te maken. En ik weet niet of iemand Kahoot kent. De vraag is, op je mobiel ga heel even naar deze website, vul daar de pincode in. En op het moment dat je de pincode hebt, komen daar een aantal spelers onder te staan. En op het moment dat daar voldoende spelers zijn, zullen wij op de heren daar vragen om op start te drukken. Maar nu nog niet. Dus dat helpt ons een beetje in de discussie. Dus door wie worden innovaties binnen uw organisatie gedragen? En het gaat erom dat u even op de kleur klikt op uw mobiel, de gehele organisatie, alleen door het management, alleen door het projectteam of door niemand. Alleen door het projectteam, de gehele organisatie, alleen door het management en door niemand. Alleen door het projectteam. Kan iemand daarop reageren wat hij daar goed aan vindt of slecht aan vindt? Wie heeft die benoemd? Mag ik daar? Ja? En zou meneer daar een reactie op kunnen geven? Ja, meestal wordt het projectteam alleen gedragen en net de verdere uitbreiding naar de organisatie toe, dat gaat meestal niet goed. Er zit gewoon te weinig communicatie in, ja. Te weinig gevoel. Ja. Nee, helemaal eens. Dat is een van de dingen die wij ook zien, hè? Dat om snelheid te maken dat je een apart team nodig hebt om uit de staande organisatie dingen te kunnen doen. Alleen op het moment dat daar de communicatielijnen in vergeten worden, dan is uiteindelijk de alignment en het laten landen, dat is niet goed. En ook vaak dat projectteams niet van elkaar weten waar ze mee bezig zijn. Oké, dankjewel. Dat kan geswapt worden naar de andere. Ja, ja. En dan data. Ik loop hier nou rond vanaf een uur of half elf volgens mij. En het is natuurlijk mega gefocust op webshops waar heel veel data is. Toch hebben wij het vandaag over winkelinnovaties. Het staat allemaal niet los van elkaar, maar je ziet wel dat het data denken bij iedereen redelijk is ingeslepen. Maar wat wij toch constateren is dat het gebruik maken daarvan nog niet altijd een vanzelfsprekendheid is. Iemand zei wel eens tegen mij, er wordt nog meer aan big data verdiend dan met big data. En dat is misschien ook wel zo. Het geeft niet aan dat data niet belangrijk is, maar het geeft misschien wel aan dat mensen nog niet precies weten hoe het ingezet moet worden.
En al brainstormd kunnen wij met een aantal barrières komen, interne en externe. Dus intern data management is wat vaak ontbreekt. Hè? Wat is je visie ten aanzien van data? De simpele beslissing of jij besluit data te gaan verzamelen om vervolgens je af te vragen wat de waarde ervan is, of je doet het andersom, heeft behoorlijke implicaties voor je organisatie, hè? Voor de type mensen die je nodig hebt, de competenties, resources, etc. Dat is een interne barrière. Dat kan een interne barrière zijn. Maar ook, wat ik al zei, de waarde van data. Dat het niet vanzelfsprekend is waar die data, waar de grootste waarde van die data ligt en voor wie. Hè? Want je kunt ook nog te maken hebben met de dynamiek tussen de retailer en het merk. Vervolgens ook extern kunnen er barrières zijn die het proces vertragen. Bijvoorbeeld de nieuwe regelgeving zoals die er nu is. Ik weet in ieder geval, ik kan over Philips nu praten. Wij zijn daarin, vind ik persoonlijk, het braafste jongetje van de klas. Maar tegelijkertijd betekent dat ook dat projecten enorm kunnen vertragen. Hè? Als je het als beste jongetje van de klas wil doen in dit opzicht. Wie hier in de zaal weet wat een PIA is? PIA. Niemand? Is er geen TIA? Is dat PIA? PIA. Ja? Ik bedoel een privacy impact assessment. Niemand van gehoord? Ja, zegt op zich al genoeg. Dus het is eigenlijk een gestructureerde manier om, als je een nieuw project gaat doen waar data bij betrokken is, om erover na te denken wat de consequenties daarvan zijn. Dus data subjecten, privacy, gaat die data het land over, et cetera. Blijkbaar hier in de zaal in ieder geval wordt er op die gestructureerde manier nog niet gebruik van gemaakt. En iets externs wat ook kan meespelen is natuurlijk het publieke sentiment. Want je kunt je wel houden aan de regelgeving, alleen op het moment dat men in Nederland vindt dat je het niet netjes zou doen, dan ontstaat er een soort van volksgerecht. Hè? We hebben dat een paar jaar geleden gezien met ING, toen zij het initiatief hadden om hun banktransacties te gaan vercommercialiseren. Dat was allemaal gewoon netjes, was allemaal opt-in. En toch hebben zij enorm het sentiment tegen zich gekeerd gekregen in Nederland, waardoor dat project ook is stopgezet. Nou, daar heb je dus ook mee te maken. Ook hier een vraag, daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ik weet niet wat de diversiteit van de mensen in de zaal is, maar wat ervaart u nou zelf als grootste struikelblok bij het gebruik maken van data? Dus we gaan weer switchen. Moeten we hier nou mee? Significant verschil. Wat zeg je? Significant verschil. De antwoorden zijn gerandomiseerd, even voor de liefhebbers, want dat vinkje stond aan. Maar oké. Ja, ik verbaas me op een bepaalde manier over wie heeft het bepalen van de waarde van de data. Ik. Jij? Nou, ja. Vertel. Ja, ik. Uit de vier mogelijke antwoorden vind ik altijd het moeilijkste. Bij CentralPoint verzamelen we heel veel data, de zogenaamde big data. Maar uiteindelijk, het grootste struikelblok daar is inderdaad, welke waarde ken ik toe aan die data en wat ga ik er vervolgens mee doen? Het meten om te weten, ja, dat is niet zo vaak. Dus je wil daar toch iets mee gaan doen. En met name het aanbrengen van crossverbanden. Heel simpel, een klant koopt een iPhone. Ja, is hij dan gestandardiseerd op Apple of koopt hij hem toevallig voor zijn zoon en is hij zelf gestandardiseerd op een heel ander merk? Dat vind ik altijd lastig om echt concrete dingen uit data te halen. Ja. Dus we hebben uiteindelijk naar barrières vanuit de bedrijfscultuur gekeken en daarna zijn we naar de innovaties gaan kijken. Wat heel interessant is, we hebben 100 innovaties gepakt van voetenscanners, iBeacons, flikkerende inderdaad, kledinghangers. We hebben alles voorbij zien komen. En wij dachten, van kunnen we daar niet een model tegenaan plakken? Hè? We hebben de Store Innovation Matrix gepakt om die te gaan klassificeren. En dan hopen we dat daar uiteindelijk een soort van rode draad uitkomt en dat de data ons vertelt waarom het met innovaties nog niet zo goed gaat om die op te schalen.
Even jullie beeld, de manier waarop we daar hebben gekeken is van, we hebben echt gekeken van, is het nou op welke manier worden innovaties ontwikkeld? Vanuit welke drijfveren? Hoe gaat een retailer daarmee om? Vanuit welke invalshoeken van een retailer? Puur vanuit wat voor soort categorieën, op wat voor soort tooling zit hij dan te kijken? Misschien een hele belangrijke, welke business focus? Gaat het om customer intimacy, product leadership of operational excellence? En in welk onderdeel van de shopper journey zit hij? En dan nog belangrijker, welke KPI's kun je daar uiteindelijk mee verbeteren? We hebben daar dus een hele matrix van gemaakt. Al die dingen hebben we ingevuld. Ook door de expertleden hebben we daar ook allerlei regels aan laten toevoegen. En als we naar de resultaten kijken, dan zien we niet een hele... Het is nog niet zo erg als jouw uitslag van daarnet met data, Dirk. Maar je ziet nog niet echt een hele rode draad. Het enige wat we zien is dat innovaties vooral technologie gedreven zijn. En vanuit die push ook naar voren gebracht worden. En dat, behalve revenue retention, dat alle KPI's wel aan bod komen. Dus wat we daarmee in ieder geval hebben aangetoond is dat en dat hebben we ook gecheckt bij een aantal retailers en fabrikanten. Mensen gebruiken die matrix niet op die manier om van tevoren al heel erg na te denken van hoe ga ik mijn innovatie inzetten. Het is meer, ik heb een probleem, waar heb ik een oplossing en die plak ik op elkaar en dan gaan we door. Maar wij hebben bedacht, als je de innovatiematrix omdraait en een aantal elementen eruit pakt, dan kun je die ook zeg maar als soort van kompas gaan gebruiken in jouw element. Dus we hebben cultuur, bedrijf, we hebben innovaties hebben we naar gekeken en we hebben naar uiteindelijk de shopper gekeken. En waar wij wel benieuwd naar zijn is van, worden er door u geïmplementeerde innovaties, worden die ook daadwerkelijk door de shopper gewaardeerd? Want dat is uiteindelijk waar het landt, dat is datgene waar je het voor doet. Niet alleen maar om je KPI voor elkaar te krijgen, maar ook om zeg maar, die shopper te beïnvloeden. Dus daar zijn we vooral benieuwd naar, naar uw mening. Interessant. Het verschil tussen ja en nee had ik wel verwacht. 10 had ik niet verwacht. Dus daar zit iemand van een onderzoeksbureau, dus die kan u daarbij helpen om uiteindelijk te laten beoordelen of dat wel of niet geslaagd is. Als je maar even swapt naar de presentatie weer. Dan hebben wij op basis van het GFK-onderzoek onder meer dan 5000 mensen 12 innovaties uitgevraagd. En uiteindelijk als je in de business zit, dan zijn dat redelijk vanzelfsprekende innovaties. Sterker nog, self-scan vinden wij niet echt een innovatie meer, want dat bestaat al 15 jaar. Maar wat je in de grafiek ziet is dat rood is, ik heb er nog nooit van gehoord. En groen is, ik heb het wel eens gebruikt. En dat betekent dat alle innovaties waar wij mee bezig zijn, dat over het algemeen de gemiddelde shopper daar nog nooit van heeft gehoord en hem al helemaal niet heeft gebruikt. En dat betekent dat een van de take-outs ook is dat je die shopper veel beter moet involveren, veel beter moet de educatie daarin moet doen, om dat uiteindelijk voor elkaar te kunnen krijgen. Dirk zal jullie even meenemen door een aantal handvaten die we zeg maar daarvoor hebben opgesteld. Ja, dus we hebben... Ik geloof 13 soort van golden guidelines gedefinieerd. En we pikken er eventjes vier uit. En daarna sluit Danny af met een mooie tool die we hebben laten bouwen. Allereerst Work Agile. Ik heb het hier al best een aantal keer gehoord. Ook van die meneer van Greets in de vorige presentatie. Het is toch ook een heel erg software gedreven aanpak. Maar je ziet dat ook steeds meer in andere organisaties doorcijpelen. En of je nou Agile of Lean of Scrum noemt of whatever, daar gaat het niet om. Maar wat wel belangrijk is dat je in multidisciplinaire projectteams korte sprints maakt. En vervolgens checkt bij je stakeholders of je op de juiste weg zit.
En ik denk dat dat tot twee voordelen leidt. Ten eerste hoef je niet te gaan zitten wachten op expertise, want die heb je tenslotte al in je team zitten. Dus het vertraagt niet in dat opzicht. En je voorkomt ook dat je minimum viable product, dat je dat overengineert. Dus dat je eigenlijk veel meer in eerste instantie gaat bouwen dan nodig is om al op de markt te gaan. Wat ook weer de snelheid ten goede komt uiteraard. Value and utilize data, nou daar hebben we het al over gehad. Maar als je daar specifieker in wil zijn, dan zou je kunnen zeggen dat je het heel goed kunt inzetten om ook offline KPI's te zetten op de innovaties die je introduceert. Daarmee gaat ook de vrijblijvendheid er vanaf. Maar het is ook een mooie manier om met de partners met wie je samenwerkt op één lijn te komen en succes te definiëren. Ik kan mezelf een project herinneren wat ik heb gedaan, waarbij mijn belangrijkste contact was met het innovatieteam van onze klant. We hadden een proof of concept contract en op een gegeven moment was de pilot was afgelopen. En ja, we hadden dat van tevoren niet goed afgedicht en zij waren op zich tevreden, maar hun doelstelling was meer een feasibility check. Hè. Is de technologie, is die wel betrouwbaar genoeg? Terwijl wij eigenlijk het contract wilden omzetten naar een commercieel contract. Dus het alignen samen met je partner daarop. En wat is de consequentie van succes? Gaan we dan uitrollen? Ja, dit is uiteraard prediken voor eigen kerk. Realiseren we ons. Maar toch wel waar om de reden die ik net noemde. En als laatste, Danny zei het al, activate shoppers. Net als je een nieuwe oplossing, een nieuwe dienst of een nieuwe service of een nieuw product introduceert wat je onder de aandacht moet brengen, is dat ook zo bij store innovations. Op het moment dat het geïmplementeerd wordt en er is geen personeel om dat te begeleiden en om mensen er kennis mee te laten maken, dan zal het ook niet goed landen. Bovendien moet het ook in de executie goed worden gedaan uiteraard. Dus het zijn vier tegelwijsheden waarvan wij adviseren om ze in gedachten te houden als je aan innovatie doet. Uiteindelijk in de blue paper staan er nog veel meer, want volgens mij hebben we 13 tegelwijsheden uiteindelijk bedacht. Tot slot, dit willen we jullie ook meegeven, dit willen uiteindelijk alle retailers en fabrikanten meegeven, is we hebben als expertgroep echt een soort concrete deliverable naast de blue paper ook uiteindelijk een soort van tool willen maken. De beta-versie staat nu online. Dus als je de presentatie, de QR-code scant of je gaat naar retailinnovationbenchmark.com, dan kun je op basis van alle input die wij in het hele jaar met alle experts hebben gedaan, een aantal vragen beantwoorden. Daarmee krijg je aan de ene kant inzicht in de maturiteit van je eigen organisatie op die vier verschillende blokken binnen het model wat we hebben gemaakt. Je kunt tegelijkertijd zien hoe ver je van de benchmark af bent die wij als groep vinden dat je zou moeten hebben om echt goed beslaagd ten ijs te komen om met innovaties aan de slag te gaan. En tegelijkertijd, en die is dynamisch, is de peer score. Dus je kunt ook zien op dat moment hoe je scoort ten opzichte van andere retailers of fabrikanten op het moment dat je dat invult. En wat het mooie is, en daarom is het een beta-versie, want daar zijn we nog even hard aan het knutselen om dat te doen, is dat op het moment dat je daar twee KPI's kiest die je zou willen verbeteren, of dat dan retentie is of omzet of marge, dan hebben we een match gemaakt van alle 100 innovaties en jouw situatie, welke voor jou relevant zijn in welk onderdeel van de shopper journey. Ja, dus dat komt de komende dagen komt dat helemaal online. En daarmee heb je eigenlijk in 20, nou, max 20 minuten tijd denk ik, een vorm van een soort van free consultie waarmee je terug naar je eigen organisatie kan om de discussie te gaan van welke dingen moeten we veranderen om die innovaties beter te gaan laten slagen. Ja. Dus dat is in ieder geval onze legacy die we hebben willen achterlaten met de expertgroep. Dat was het.